De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college van BMW als het gaat om geld voor de thuishulp. Ja, de ChristenUnie heeft in landelijke motie binnengehaald waarin extra geld wordt verleend voor huishoudelijke hulp. Dat is 40 miljoen. En daar is wel een eis aan gesteld dat gemeentes plannen indienen voor 15 oktober. Nou weet ik dat de gemeente Tiel hier bezig is met zijn plannen voor de doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat de zorg bij mensen wordt weggenomen voor of hun huishoudelijke hulp nog wel blijft bestaan. En daarom zeggen we, dien dat plan op tijd in. Want we vinden het heel belangrijk omdat huishoudelijke hulp een signalerende functie heeft, preventief werkt en dat er banen behouden blijven.